Ik ben Bart Caron. Ik ben een voormalig parlementslid en commissievoorzitter van de commissie cultuur. Heel mijn leven actief in de cultuursector. En ik ben ex-parlementslid, dat betekent dat ik nu weer aan de kant sta van het veld van de artiesten, van sociaal-culturele werkers en de erfgoedzorgers. Nee, projectsubsidies zijn trouwens niet alleen bedoeld voor jonge kunstenaars. Ja, natuurlijk voor die jonge kunstenaars, maar ook voor kunstenaars die niet in vaste structuren werken. Hè? Die niet vast verbonden zijn aan een theatergezelschap, aan een danscompagnie enzovoort. En die meer wisselend werk leveren, die denken in projecten, in producties, in creaties. En met verschillende samenstellingen, met verschillende collega's gaan samenwerken. Het is dus niet alleen een kwestie van innovatie en talent. Het is ook een kwestie van diversiteit en wat gecreëerd en geproduceerd wordt in Vlaanderen. En met de knip en de projectsubsidie verliezen we niet alleen investering in jong talent, maar ook in diversiteit op het podium.